Goedemorgen, het is alweer vrijdag. En op vrijdag vind ik altijd wel leuk om een iets persoonlijke vraag te doen. En ik heb dit keer een persoonlijke vraag gekregen van Marieke. En Marieke zegt: Sof, ik heb een persoonlijke vraag voor je. Waar ik al langer nieuwsgierig naar ben, is hoe jouw vriend dit alles leeft en beleeft. Zoals ik het hoor, ondersteunt hij je 100%, maar volgt hij ook jouw zienswijze? En past hij dit ook toe? Zoals het mediteren, de kaart en het ondernemen? Of werkt hij gewoon van 9 tot 5 en respecteert hij dat het voor jou werkt? Superleuke vraag, Marieke. Want ik heb natuurlijk 10 jaar in vaste dienst gewerkt als psycholoog. Ik heb altijd gedacht ik heb altijd gevoeld dat ik iets anders wilde, maar ik wist niet hoe ik uit dat pad kon breken. Nou, uiteindelijk ben ik gaan ondernemen en ben ik dat heel erg gaan doen vanuit de wet van aantrekking. En ik weet nog dat toen ik begon met mediteren, Maurice echt dacht dat ik een soort van gek was geworden. Ik dacht echt zo, what's wrong with you? Maar het grappige is, ik was zo overtuigd van het pad dat ik ging bewandelen, dat ik eigenlijk iedereen in mijn omgeving daar uiteindelijk ook in heb meegekregen. Dus ondanks dat iedereen, Maurice, mijn broertje, in het begin wel zoiets hadden van, Sof, is wel een beetje weird wat je doet, ze ook wel heel erg voelden die excitement die daarachter zat. En dat is dus ook zo leuk. Op het moment dat jij echt vanuit volle overgave iets doet, hoe gek het ook is, dan krijg je je omgeving daar altijd in mee. Tenminste, als je het echt vanuit een hoge energie doet. En de mensen die er niet in meegaan, dat zijn dus ook niet meer de mensen die op jou, nou ja, die op jouw pad horen op dat moment. Maurice is degene die in het begin echt zei van, so what happened to you? En hij ziet natuurlijk ook dat het werkt. Ik bedoel, hij ziet hoeveel ik manifesteer. Hij ziet hoeveel grootse dingen ik aan het neerzetten ben. Dus dat helpt natuurlijk ook om hem steeds meer te gaan laten geloven. Ik ben nu een serie aan het kijken, Once Upon a Time. Ik weet niet of jullie het kennen. En daarin zei een van die characters zei gisteren van, I'm a believer, maar sommige mensen hebben bewijs nodig om te geloven. En hij zag het als zijn taak om die mensen die nog niet geloofden het bewijs te geven, zodat ze gingen geloven. En zo zie ik het eigenlijk ook. Ik ben een believer, ik doe mijn ding en ik zie dat doordat ik mijn ding doe, mijn omgeving daarin mee verandert. En nee, Maurice mediteert niet, verre van. Hij vindt kaarten ook super zweverig. Dat soort dingen doet hij absoluut niet. Maar hij gunt mij wel mijn tijd als ik ga mediteren. Dus wat wel heel grappig is en ook heel schattig is. Soms ga ik mediteren en dan gaat hij stiekem, komt hij dan binnen. En dan gaat hij bijvoorbeeld een foto ervan maken. En dan stuurt hij dat naar de familie-app en zo. Dus aan dat soort dingetjes zie ik ook echt dat hij me de ruimte gunt. Weet je wel, hij gaat me niet. In het begin stoorde hij me nog wel eens tijdens het mediteren. Maar nu weet hij gewoon, oké, Sof gaat een half uur naar beneden mediteren. Soms een uur. Ik laat haar ding doen. Omdat hij natuurlijk ook merkt wat voor ontzettend leuke impact het heeft op ons leven. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als sinds ik dit ben gaan doen. Ik ben een veel leuker persoon geworden. Toen ik nog heel veel pijn had, dus toen ik nog heel veel fysieke klachten had, toen ik nog in vaste dienst zat, toen ik eigenlijk nog niet zo gelukkig was als dat ik nu was, was ik echt een veel minder leuk persoon hoor. Ik was heel vaak chagrijnig. Ik kon heel erg onaardig zijn. Ik kon heel erg zeuren. Niet gezegd hebbende dat ik dat nooit meer doe, het zeuren, want ik kan nog steeds zeuren. Daar kan Maurice je alles over vertellen. Maar ik ben wel een veel leuker persoon geworden. En dat maakt natuurlijk ook dat hij mij die ruimte gunt, omdat hij gewoon ziet wat het met mij doet. Maar om je vraag dus te beantwoorden, hij doet al die dingen zelf echt niet. En hij gaat ook niet al mijn podcast luisteren. Maar hij ziet het allemaal zeg maar vanaf een afstandje gebeuren. En hij geniet er wel heel erg van. Dus ik ben benieuwd of dit antwoord geeft op je vraag, Marloes. Ik denk het wel. Hij onderneemt niet. Hij is in dienst. En misschien dat het ooit verandert, doesn't matter, maar dat maakt niet uit. We hebben allemaal ons eigen pad. En als jij vanuit volle overgave jouw pad gaat bewandelen, dan zul je zien dat andere mensen ook met je meegaan. Ik weet nog dat mijn broertje, we gingen met elkaar op vakantie vorig jaar april, en toen zei hij tegen mij van, Sof, je moet wel een beetje realistisch blijven hoor, want je zit wel heel erg op een wolk. En toen zei ik, nee, hoezo? Dit maakt me gelukkig om hierover na te denken. Waarom zou ik realistisch moeten zijn? En wacht maar, het gaat allemaal gebeuren. En een paar maanden later, toen hadden we elkaar aan de telefoon, mijn broertje en ik zijn ook super close. En toen zei hij, Sof, je doet het echt, hè. Ik zie gewoon dat alles wat je me verteld hebt, gebeurt ook echt. Ik zeg, ja, dat heb je toch verteld. Dit is gewoon wat ik ga doen, dus dit gaat gebeuren. En dat is wel heel erg cool. Dus geef mensen ook de ruimte om erin mee te groeien. Maar als jij erin gelooft, dan gaat het echt goed komen. Oké? Laat even in de comments achter
of jij al een believer bent, of jij mensen in je omgeving hebt die believers zijn, of dat jij vooral mensen in je omgeving hebt die nog bewijs nodig hebben. En of je ook merkt dat mensen stiekem al een beetje met je aan het meeveranderen zijn. Leuk als je dat laat weten in de comments. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En ik wens je voor nu een super fijn weekend. En dan zie ik jullie maandag weer bij een nieuwe Q&A. Ciao!